Maandelijks zelfonderzoek van de zaadballen, ook wel testikels of gewoon ballen genoemd, is belangrijk om veranderingen in de zaadballen op te merken. Door het onderzoek maandelijks te doen, raak je vertrouwd met hoe jouw ballen normaal aanvoelen. Zo bemerk je eerder als er iets verandert. Deze animatie laat zien hoe je dit zogenaamde zelfonderzoek van de ballen moet uitvoeren. Zaadbalkanker is de meest voorkomende kwaadaardige tumor bij mannen tussen de 15 en 40 jaar oud. Als zaadbalkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is het in meer dan 90% van de gevallen te genezen. Meestal wordt zaadbalkanker door de man zelf of door zijn partner opgemerkt, maar zelden eerder door de specialist. Daarom is het zo belangrijk om vertrouwd te zijn met hoe de ballen normaal aanvoelen en als je verandering bemerkt, meteen naar de dokter te gaan om zaadbalkanker uit te sluiten. Het beste is om het zelfonderzoek van de ballen net na of onder een warme douche te doen. Door het warme water ontspant de balzak zich. De ballen komen meer te hangen en de huid voelt dunner. Hierdoor is het gemakkelijker om de ballen te onderzoeken. Het kan zijn dat één bal iets groter lijkt dan de andere. Dit is normaal. Het is ook normaal dat één bal lager hangt dan de andere. 3 stappen in het maandelijkse zelfonderzoek van je ballen. Stap 1. Zorg dat de balzak ontspannen is en ga als het mogelijk is voor een spiegel staan. Stap 2. Onderzoek iedere bal afzonderlijk met beide handen. Plaats de wijsvingers en de middelvingers onder de bal en de duimen daarbovenop. Laat de bal tussen je duimen en vingers doorrollen om onregelmatigheden op het oppervlak of verhardingen binnen in de bal te voelen. Onderzoek daarna de andere bal. Let ook op of de bal groter, kleiner of zwaarder is geworden. Stap 3. Zoek nu de bijbal op. Dit is een draadachtige structuur aan de achterzijde van de bal. Als je vertrouwd bent met deze structuur, zou je dit in het vervolg niet aanzien voor een afwijking. Als je verandering opmerkt. Als je een bobbel of een andere afwijking in je zaadbal voelt, neem dan direct contact op met de huisarts. Je huisarts zal na het herhalen van het onderzoek beoordelen of een echo-onderzoek van het scrotum of een verwijzing naar de specialist nodig is. Bedenk dat niet alle bobbels of afwijkingen in de balzak zaadbalkanker hoeven te zijn. Maar alleen een arts kan duidelijkheid geven. Deze animatie is bedoeld als toelichting op uw diagnose en of medische behandeling en kan een medisch consult niet vervangen. Raadpleeg bij vragen of klachten uw arts.